mensen verklaarden ons voor gek. Als Omroep Human wilden we in 1 jaar tijd van 0 naar 50.000 leden toe. En we wilden ook in 1 jaar tijd de 8 grootste denkers naar de beurs van Berlage halen. Inmiddels zitten we bijna 80.000 leden. En het grote evenement in de beurs van Berlage gaat op 18 april echt beginnen. De afsluiter van dat grote feest, de G8 van de denkers, dat is het Filosofisch Quintet. Dat is een bestaand programma, maar dit wordt een hele speciale aflevering. Omdat een van de presentatoren Peter Sloterdijk is. En Peter Sloterdijk, dat is eigenlijk de oervader van het Filosofisch Quintet. Hij heeft ooit in Duitsland het programma gemaakt waar wij ons naar hebben gemodelleerd. De kernvraag zal zijn, kunnen we met de moraal, de technologische ontwikkelingen die bliksemsnel zijn, kunnen we die nog wat bijbenen? Over medische technologie spreekt Maartje Schermer. Zij is medisch ethica en zij ziet als toekomst, we gaan niks meer achteraf doen, we worden vooraf, worden we verbeterd. En dan hebben we Steven Baker, dat is een publicist uit de Verenigde Staten. En die heeft op het gebied van big data de grote stelling dat privacy een luxe artikel gaat worden. Dat alleen de superrijken zich nog kunnen veroorloven. Tot slot, en dat moet echt de crème de la crème worden, komt John Gray. De filosoof en eigenlijk de anti-humanist. De man die totaal niet in vooruitgang gelooft. De man die zegt van ja, denken dat de mens over zijn eigen lot kan bestemmen, dat hij het lot in eigen hand heeft, dat is gekkigheid. Alsof een walvis zijn eigen lot kan bestemmen. Alsof een gorilla dat kan. Onzin. En daartegenover staat de grote humanist, we hebben hem al genoemd, Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk die denkt dat de mens wel degelijk vooruit kan komen. Die uitgaat van het adagium van de filosoof Nietzsche. Die zei, üben, üben, üben moest man. Oefenen, oefenen, oefenen moet je. Ik denk dat het een hele interessante botsing van gedachten kan worden.